Zo. Dus we doen 1, 2, 3, 4, 5 en de wenkbrauwen. Het zijn met name mensen die niet heel duidelijk willen dat je ziet dat er iets gedaan is. Dus dat je ineens veel meer volume in je gezicht hebt, maar die wel graag willen dat ze er beter uit gaan zien. Dus dat eigenlijk de jeugdige uitstraling van het gezicht terugkomt en de stevigheid van de huid. Want de draden die stimuleren je collageen en ze zorgen gelijk voor een direct effect door de liftende werking. Nou, er zijn verschillende soorten draadjes. Je hebt eigenlijk de dunne draadjes, die zorgen voor collageenstimulatie. Dus na 6 tot 8 weken begint de collageenaanmaak wat meer op gang te komen. De draden lossen uiteindelijk na 6 tot 8 maanden op, maar je collageen, daar heb je eigenlijk langer effect van. En dan heb je ook nog de liftdraden, daar zitten hele kleine puntjes op. En daarmee zorg je dat er direct een liftend effect in het gezicht optreedt. En daarnaast hebben die draden ook nog een collageenstimulerende werking. Dit is een PDO-draad. Dit is dan een draad met ook een liftfunctie. Ik zal hem even openmaken. Je ziet dat hier een heel klein paars draadje zit. De rest van het draadje zit in de naald en steekt aan de achterkant uit. Dit is een draad die ook een liftende werking heeft, maar je ziet ook dat er geen grote enge vishaken aan zitten. Het zijn hele kleine puntjes die de draad fixeren in het weefsel. Ik ga nu met PDO-draden dit deel van het gezicht liften. Ze heeft genoeg volume in haar wangen en heeft dus geen extra fillers nodig. Botox is voor dit deel van het gezicht eigenlijk niet geschikt en PDO-draden zijn ideaal omdat ze en liften en stevigheid gaan geven op de lange termijn. Komt hij aan deze kant zitten. Mm-hmm. De draden lossen eigenlijk op in 6 tot 8 maanden. En na een week of 6 tot 8 begint de collageenstimulatie. De draden zijn heel geschikt voor het liften van de wangen, de kaaklijn, de onderkin en voor het behandelen van bijvoorbeeld fijne lijntjes bij de bovenlip en de kraaienpootjes. En je kunt er heel goed een wenkbrauwlift mee doen. Je kunt ze ook heel goed combineren met fillers, dus een beetje volumebehandeling waar dat moet worden aangevuld en het lifteffect van de draden. En het voordeel van draden is boven de filler dat ze eigenlijk op lange termijn ook die collageenstimulerende werking hebben. Wat ik nu ga doen is eigenlijk een klein netwerkje van draden hier creëren om stevigheid te geven aan het weefsel onder de kin. Dit is het draadje en je ziet als ik er aan trek dat het daar effect heeft. Ik ga hem dus aantrekken en dan pas afknippen. I'm going to do your eyebrows now. Met deze draden kun je een wenkbrauwlift geven en om het draadje heen blijft een streng van collageen bestaan, zodat je er eigenlijk na die 6 tot 8 maanden ook nog plezier van hebt. En je hoeft dan geen botox te gebruiken. Ik masseer de huid met antibacteriële crème. Hiermee zet ik de draadjes goed vast in de huid. En ik duw eigenlijk de huid in de goede richting, waardoor die extra gelift wordt als hij op de draadjes vast komt te zitten. Very nice. Soft, little lift, natural. Mooi. It's very beautiful. I think I'll do it again next year. Yeah. Mm-hmm. Feels okay too. There's no it feels just a little tightening. It's what's supposed to. Yeah.